Welkom in deze video waarin ik een makkelijke vegetarische pasta ga maken. De ingrediënten voor dit gerecht voor 2 personen zijn 200 gram cherry tomaatjes of 2 gewone tomaten, 3 eetlepels olijfolie en 3 eetlepels kappertjes, 2 teentjes knoflook, 50 gram rucola, 1 bol mozzarella en 10 blaadjes basilicum en 150 gram volkoren spaghetti. Zet een pan op het vuur en verhit de olijfolie. Pers de knoflookteentjes en voeg toe aan de olie. Haal de pan van het vuur en snijd de cherrytomaatjes in kwarten. Snij of scheur de basilicum fijn. Voeg de tomaat, de basilicum en de kappertjes toe aan de olie met knoflook en roer goed door. Laat minstens een half uur marineren. Zet een pan met water op het vuur en voeg de spaghetti toe als het water kookt. Laat de pasta voor ongeveer 8 minuten koken. Snij ondertussen de mozzarella in blokjes. Als de pasta gaar is, voeg het dan toe aan de tomaat, basilicum en kappertjes in de andere pan en meng het goed door. Voeg de rucola toe. En als laatste de mozzarella. Serveer het op lauwwarme borden. Deze spaghetti levert 600 calorieën per persoon. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duim omhoog en vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal voor nog meer video's. Tot een volgende video!